Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag alweer zondag 8 september. En we leven alweer reeds om 15:26 nu. En het is 21 graden. En de reden, ja, ik ben al een ruime tijd wakker. Maar ik heb stralende hoofdpijn en het is nog erger geworden. Toen ik een berichtje van onze lieftallige Marianne op WhatsApp kreeg van wat is er met jouw groep de 50 plus aan de hand. Weet ik veel. Wist er niks. Ja, ik had vannacht ergens weet ik veel waar in mijn groep de waarheid neergezet. En daar kon mijn team niet tegen. Tineke en Harma en Margriet, die konden daar niet tegen die waarheid. En dat had met hun te maken. Maar niet alleen met hun. Het gaat gewoon om meerdere groepen zo. Wat van mij wel mag, mag van hun niet. Maar, misschien ik het verkeerd. Het is mijn groep, wie heeft het dan voor te zeggen? Dan denk ik nog altijd van ik. Ik noem even een voorbeeld. Een foto met blote benen. Ik zit in een luie zonnestoel, zit ik buiten. Ik maak een foto van een tafeltje die er bij mijn voeten staat daar, met een glas drinken erop. Maar mijn voeten komen er dan ook op, logisch. Dus ik heb een foto van blote benen en desnoods een tafeltje met wat drinken erop. Of weet ik van wat, maakt even niet uit wat erbij staat. Maar dat mag niet, want het is bloot. Ja, en? Een lage décolleté. Nou, hoppa. Wat is daar mis mee? Zien jullie wat? Ja, een gleufje. En? Een gleufje mag. Zolang je de rest maar niet ziet. Het mag niet wat God ons geboden heeft. Dat mag men niet zien. Zo zeg ik het altijd. Het is tegenwoordig wat de wet zegt, maar ik geloof in God en niet in de wet. Ja, dus dat dus. En ja, ik heb trouwens mijn haar gewassen, ik ben niet opgemaakt. Dat door deze redenen allemaal ben ik ook niet opgemaakt. Sowieso omdat ik knallende hoofdpijn heb. Sowieso omdat ik mijn haar gewassen heb. Ja. Dat dus. Maar ik vergeet, ja, hij kan gezegd welkom. Ja, ik ben helemaal door de war hoor, daardoor. Maar in ieder geval, ze hebben het bijltje erbij neergelegd en dan kan ik straks het schip schoongemaken. Want ik, ten eerste hadden ze ook de huisregels helemaal naar achteren geschoven. Daar heb ik ook al wat van gezegd. 2 jaar terug al. Van zorg dat dat gezien blijft. Die huisregels zijn belangrijk. Ja, komt goed. Ik zet het maar naar voren. Ja, komt goed. Nooit gebeurd, hè? Ja, ik heb het zelf een keer geprobeerd, maar via mobiel. En dat lukt bij mij niet. Ik moet dat via de computer doen. Dus ik ga het hele regiment van hun weghalen. Ik ga hun namen eruit halen. Het boeit me niet meer. Ik ga het anders doen. Ik wil een groter team hebben, zodat ik het zelf rustiger krijg. En de 50 plus, daar blijf ik gewoon bij. Maar er zijn wel andere groepen die ik ga overdragen. Zo simpel, behalve mijn plaatjesparadijs niet. Condoleanceregister is natuurlijk ontiegelijk rustig. Dat is in dat valt wel mee. En Steunpunt Nederland, ja, daar zet ik zelf ook nog wel dingen in. Maar ja, dat hoort gewoon bij elkaar, weet je. Steunpunt Nederland en condoleanceregister. In condoleanceregister mag je niet praten, daar hou je rekening, respect, normen en waarden, stilte, rust, weet je. Maar wil je erover praten, kan dat ook altijd in Steunpunt Nederland. Zo simpel, je kunt daar alles neerzetten.
Maar oké, in ieder geval, ik ga mijn meisjes uitlaten. En ik hoop dat ik van mijn hoofdpijn afraak. Ook heeft er al een lieve meneer vriendschap aangeboden. En in Messingen zich aangemeld dat hij me wilt gaan helpen. Nou, dat is in ieder geval weer één pluspunt. En de dames die bonjour ik eruit. Sorry, Belori. Ik hou nog wel van ze. Er zit nog altijd een plekje in mijn hart. Maar hoe ze met mij omgaan. Ze beweren dat ze nooit achter mijn rug om zitten te rollen. Oh nee. Niet in het openbaar misschien, maar wel in Messingen. Ze hebben gezegd dat ik te lui ben, dat ik wat doe. En dat ik helemaal niks doe. Wat? Ze moesten er eens achter komen wat ik allemaal doe. Maar ze zien mij niet omdat ik op offline sta. En zo wil ik het ook houden. Ik wil offline blijven staan. Niemand hoeft mij te zien, want dan beginnen ze het touwtje te trekken. Van, ik heb je nodig en hier heb ik je nodig. Ja, ik heb meer te doen. Hallo, ik ben ook nog een vlogster. Ik ben nou met jullie bezig. Dus nee, we gaan dit helemaal anders aanpakken. Ik wil meer rust. Rust in de tent. Ja, want mijn dagelijks leven gaat wel voor. Ja toch, en ik heb andere hobby's dan alleen dat. Ik ga nou mijn meisjes uitlaten. Rijka die zit er eigen te wassen en te doen en te frunniken. En die ligt lang uit. Ja, en Kandal heeft al eten gehad. Ik ga mijn loop-app weer erbij aanzetten. Loop-app daar. Mijn bril die zit ook niet lekker. Dus ja, dat dus. Daarop sleutels erbij. Nou ja, dat moet eerst droog wezen. Ik maak me vandaag niet eens niet meer op. Nee. En het zit me achter in me, aan mijn rechterkant tegen mijn schedel aan. En hier, oh, de pijn. Dat, oeh, ja, maar dat zakt ook wel weer. Ik heb al een heleboel vandaag medicijnen geslikt. Ja, ik hoop dat het nou gaat zakken. Maar in ieder geval, wat ik nog zeggen wil. Heb gewoon fun. Heb gewoon een fijne, heerlijke zondagmiddag. Geniet ervan en tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes retour. Ik heb heel wat gedaan. Ik heb er helemaal ook last van mijn schouder van. Het is ook allemaal verder nog niet helemaal echt over. Nee. Maar ik heb al een heleboel weten te regelen op Facebook. Ik heb, even zien, sowieso al 2 nieuwe heren. En 1 nieuwe dame. Ik ben nog met een heer bezig, maar je moet ook vriendjes worden. Anders kan ik dat niet toevoegen. Want ja, het is vrienden toevoegen. Ja, en dat gaat het hem niet worden als je niet bevriend bent. Maar dat komt wel goed. Morgenavond spreek ik hem weer, want hij had vanavond ook wat anders te doen. Dus ja. In ieder geval 2 heren en 1 dame. Nou ja, dan komt het toch hopelijk wel weer goed. En er was al 1 heer. Ja, ik zag het al dat die en die, hij noemde dus de namen erbij, dat die ermee bezig was om ook bij mij weer wederom de groep af te nemen. Dat zag hij in uitgelicht aan de berichten van diegene die dat daar neerzette. Eentje die er ook bij zat bij het beheer, die is wel weer terug in de groep. Want die was ook al buitengesloten. Die wist ook van een aantal dingen niet af. Oh. Oké. Okay. Lekker dan. Ja. Maar in ieder geval, we wachten het af hoe het verder reilt en zeilt. En ja, die vrouw die ik er nou bij heb genomen, ik meende dat die ook wel een groep wou hebben. Nou ja, dat komt later wel. Ik wil eerst deze groep weer draaiende hebben, dat ik ook mijn rust weer krijg. En dan zien we verder. Ja. Ik wil hier sowieso steunpunt en condoleanceregister bij elkaar houden. En bij de 50+. Ja, want de 50+, dat zegt genoeg. Dat zijn mensen, we worden allemaal ouder, dus we gaan ook allemaal heen. Dus dat wil je ook naar condoleanceregister doen. Ja, enkel dat kan ik niet vinden. Ik heb toen destijds een hele rij in de 50+ kunnen zetten. Van die groep en die groep. Dat behoort allemaal
bij mij, want dat is van mij. Die heb ik opgericht. Dat hele mikmak, ik kan het niet meer vinden. Zo zijn er nog meerdere dingen wat ik niet kan vinden. Hoe dan? Het meester dat weggehaald? Of een van de dames? Ook die dame die ik weer terug heb genomen, die wist van niks. Ze wist wel dat die plaatjes te herinneren, maar ze wist niet hoe en wat. Ze zegt, ik heb niks weggehaald. Nou, dat geloof ik. Ja. Maar het kan ook Meta geweest zijn. Ik weet het niet. Er staat geen briefje bij van wij hebben dit en dat en zusje zo weggehaald, hè? Nee. Maar in ieder geval, ik ga de televisie aan doen. En ik ga zorgen dat ik zelf te eten krijg. Want ik heb nog niks gehad en het is alweer 20:40. Dat dus. Ja. Hé, Gandalf. Ja, jij moet ook weer een hapje eten, hè? Ja, ik weet. Hoppa. Dit is wel lekker. Lekker fris nog steeds, hè? Ja. Maar in ieder geval, het is ook een metalen fles, hè? Roestvrij staal, zo moet ik het zeggen. Roestvrij staal, hij roest niet niks. Toppie. Mreeuw. Ja. Dus ja, dat dus. Ik wens jullie in ieder geval allemaal een liefdevolle avond toe. Geniet ervan met z'n allen. Of je nou alleen bent of niet alleen bent. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben ook alleen, maar ik heb mijn diertjes gelukkig bij me. En ik ga de televisie aan doen en ik ga eten. En ja, ik had het al opgezet en dan kijk ik weer. Ja, ik had het laten sudderen, want het moest warm worden. Maar nam ik weer. En ik eet lekker spaghetti. Ja. Komt helemaal goed, ik zou zeggen tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, en het is alweer bijna 2:30, 2:22. Tijd om op te stappen en zien dat we op bed komen. Ja, ik doe wel even een klein blokje met de meisjes even nog. En dan gaan we rapido naar bed. En het is 16 graden en daar 15 graden, meen je niet. Afgelopen nacht 22 graden, kun je nagaan. Afgelopen nacht was het warmer dan overdag vandaag. Gisteren. 16 graden, ja. Oi, oi, oi. Bizar. Maar in ieder geval, dat gaan we even doen. En dan gaan we gelijk rapido naar bedje toe. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!